Hallo mensen van Delta Gaming, ik ben hier weer terug. Delta, jullie gastheer. Ik ben terug met een nieuwe serie. Even kijken, ik heb dit heel lang niet meer gedaan. Het heet Tribes Ascend, zoals je dit kunt zien. Nou, play now, quick match. Even kijken, er zijn wat nieuwe dingen bijgekomen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik vond vroeger altijd Capture the Flag het leukste. Nou, dit spel heeft totaal geen verhaal. Je kan een klas, allemaal klassen aanmaken. Je begint volgens mij met een soldier alleen. En daarna kan je klassen kopen. Ik was vroeger altijd het allerbest in Infiltrator. Daar kon je mij echt niet meer in verslaan. Ik heb dit veel te lang niet meer gespeeld. Dus ik weet het ook allemaal niet meer. Diamond Sword was ik vroeger altijd. En dan was ik een Infiltrator. En dan had ik Hero Suit als loadout. Zo. Hoe vloog je ook weer? Oh ja, rechter muisknop. Spatiebalk was skiën. Je kon namelijk een soort van skiën. Oké, ik ben nogal glitchy omdat ik aan het opnemen ben. Maar dat maakt ook even niet meer uit. Je kan dus een soort van skiën. Even kijken of ik een... Ja, zo, kijk. Hé, hey, wie zit er? Ik hou hem over zo, dan kunnen jullie beter zien. Nee, je kan dus ook dingen zeggen. Ik ben alleen even vergeten hoe. Kijk, hier kan je zien, ik zet mijn skis nu aan. Ik kan ook onzichtbaar worden. Als je te hard gaat, dan word je wel gewoon zichtbaar. Deze gast gaat nu een ding spannen. Ik kan daar een bom op gooien. Ah, mis. Ik kan ook dingen schieten en zo. Je hebt hier energie, hier om, links onderaan. Oh, hoe deed dit ook weer? Nou, je hebt dus ook verschillende soorten dingen. Dus je hebt medium armor. Je hebt heavy armor. En wat ik nu heb is light armor. Ja, light armor, dan ben je vooral snel. En zo. Nou, dan heb je de vijandige basis. En daar moet je zorgen dat bijvoorbeeld hun generator uitgaat. Maar voor Capture the Flag is het doel... Oh, kut, mijn muis werkt niet meer. Hij werkt nog wel, maar hij zit een beetje raar te doen. Kom op, stomme muis. Ik moet zo echt even een nieuwe batterie doen. Oh mijn god. Ik wil dat je beweegt, muis. Oh, bedankt, muis. Lekker laat. Nou, en dan kan je ook allemaal upgrades voor je wapens kiezen. Voor je bommen. En ja, iedereen heeft een special, behalve Soldier volgens mij. Heeft niet echt een special. Als hij een beetje laggy is, sorry, maar daar kan ik ook niks aan doen. Kijk, nu schoot ik ook mis. Ja, kan gebeuren. Je verdient credits bij dingen, bijvoorbeeld pop maken. En ja, mensen doodmaken, vlaggen capturen. En daarmee kan je dan in het spel voertuigen kopen. Dus in-game. Kijk, na een update was volgens mij een soort van motorfiets waar je met z'n tweeën op kan. Was 350 credits. Rechtsboven zie je hoeveel credits ik heb. Volgens mij heb ik net genoeg credits. Kijk hier, generator. Dat betekent dat ik mee heb geholpen om een generator te mollen. Rev cycle, zo heet dat. Je hebt ook nog een Leo tank of zo. Dat is een tank. Spreekt voor de hand. Voor de hand liggend. Even vergeten hoe je dit ding bestuurt. Kom ik nog wel achter. Nou, het is best een leuk spel. Vinden jullie dat nou niet? Dan, ja, zeg het dan even. Willen jullie dit spel ook spelen? Het is hartstikke gratis. Ja, laat dan in de reactie je e-mail... Nee, laat maar niet je e-mail achter, want dan kan iedereen dingen mee sturen. Want je kan mensen uitnodigen via Facebook. Maar dan probeer ik wel even die link te vinden.
Ja, ik zit nu echt gewoon dingen te doen. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik doe maar gewoon dingen. Ja, ik weet het ook niet meer hoor. E was er af. Nee, Q was er. Nee. C was er af. Nee. Ik weet niet. Oh, hier kan je praten. Attack. Attack. Ja, en dan zeg je dat. Even kijken. Hoe ga je van deze motorfiets af? Was het R? Z misschien? X? C? Ik probeer alles wel even. Nee, dat is niet. Back. Exit toolkit. E, R, T, I. Nee, I is het ook niet. I. Ook niet. O misschien. P. Ook niet. Nee, F, G. G was het. Ik was vroeger heel goed in deze game. Nu niet meer zo. Vroeger vond ik volgens mij fijn om zo te spelen. Tenzij je in een bepaalde omstandigheid. Dus om... Oeh. Oh, praten is zo moeilijk. Echt moeilijk. Nee, maar ik ben nu onzichtbaar. Je hebt ook meerdere wapens trouwens. Dat was ik heb vergeten. Ik heb een silencer. Een silence gun. En volgens mij was één melee. Sterk. Au, niet op mij schiet. Oh, no. Ik zou jullie even snel een andere klas laten zien. Vroeger was ik ook wel goed in een raider. Daarom heb ik die redelijk ver uitgebreid. Wapens gekocht en zo. Die wapens kan je gewoon kopen door echt geld te betalen. Daar doe ik niet aan. Deze ziet er best cool uit. Hij heeft medium armor. Hij is redelijk snel, maar heeft ook hele krachtige wapens. Hij heeft bijvoorbeeld een heel snel schietende, zoals deze. Maar hij, dit is zijn primaire wapen. Die schiet gewoon bommen af. Nou, zo heb je er meerdere. Sorry dat het een beetje lekt. Ik zit nu op redelijk laag, 30 fps. Dus hij doet 30 plaatjes per seconde inrekenen. Hij dropt nu naar 29. Dat is op zich niet heel erg weinig of veel. Maar, ja. Oh nee, ik had bijna de vlag. Nou, ik dacht misschien is het leuk voor een beetje verandering. Want ja, nu heb ik weer iets meer om over te praten. Bij Minecraft, ik heb... Hey, ga jij zeggen. Oh ja, deze dude heeft een schildhouse special. Dus dat kost energie om aan te zetten en energie om te... absorberen, maar het is wel handig. Hij heeft twee magnetische granaten volgens mij. Maar kijk hier, melee is E, dus kijk. Diamond Swords doen een zwaard als melee en de Blood Eagle, dat is degene waar je ook tegen kan spelen. Die heeft een soort van klauw die ze kunnen gebruiken. Oh nee, een tank! Ik ga even mijn schild aanzetten. Dan gooi ik een paar bommen. Waarschijnlijk krijg ik dan die tank niet kapot hoor, daar niet van, maar... Oh, ik schiet het zelf. Nou, ik zal nog even een paar klassen laten zien. Ja, ik kan Juggernaut wel even laten zien. Ik krijg nu waarschijnlijk wat haat in de comments van... Je zegt het verkeerd, het is Juggernaut. Ja, weet ik. Ik weet het. Alleen, in mijn kindertijd wist ik dat nog niet en ik ben nu gewend om dat te zeggen. Deze heeft nog geen special, die kan je wel kopen. Daar had ik niet genoeg geld voor. Kijk, deze kan ook bommen afschieten. Alleen deze zijn een stuk krachtiger, deze bommen. Hij kan ook een upgrade voor zijn wapen. Dan schiet hij een bom in de lucht bijvoorbeeld. En dan valt hij in nog meer bommetjes. Dus een soort van frag grenade. Vroeger deed ik altijd zo schieten, gewoon random. En daar raakte ik wel eens mensen mee. Dus dat vond ik wel grappig op zich. Even kijken, tweede wapen was een discschieter. Zoals de Infiltrator en de Soldier allebei hebben. Alleen deze is een stuk sterker. Dit is een Heavy Spin Heavy Spin Fuser. Volgens mij heet die zo. Je kan ook inzoomen met Z. Ja, dan ga ik hier gewoon heel noobie zo zitten. Oh, verloren. Nou, ik doe nog wel even een potje. Ik was niet zo heel goed. Hier kan je zien dat ik redelijk wat XP heb. Met XP kan je dingen kopen. Met goud ook. Daarom heb ik eigenlijk
ook een beetje Facebook aangemaakt. Omdat je dan 120 goud of zo kreeg. Ik weet ook niet meer wat het was, maar het was redelijk wat. Ja, het is best wel een leuk spelletje. Ik heb het heel lang niet meer gedaan omdat het best wel saai werd. Maar nu ik YouTube heb en ik heb het vreselijk lang niet meer gedaan, is het best wel leuk omdat je tegen mensen kan praten. Ik deed vroeger altijd met een vriend. Zijn AKA zal ik nog even niet zeggen. Zijn echte naam ook niet. Maar misschien komt hij wel eens op Skype online en dan ga ik het samen met hem spelen. Van dezelfde makers is er ook een andere hele vette serie, Global Agenda. Misschien doe ik daar ook wel eens een keer let's play van. Daar zit echt een verhaal in. Maar je kan ook een soort van mercenary. Kan je in het vechten. Gewoon, het is best vet. Kan je gewoon tegen mensen gaan vechten. Kijk, dit is nog even start. Soms doet mijn toetsenbord een beetje raar, zoals jullie weten. Kijk, je kan bij start telt nog niks mee. Dus je kan even proberen. Misschien moet ik... Ja, ik heb geen idee waarom ze dit allemaal zeggen. Er zit ook gewoon helemaal nul campaign in. Er is gewoon geen campaign. Het gaat echt om het online spelen. Op zich vind ik dat niet erg. Het is hartstikke leuk. Maar ja, misschien had het ook leuk geweest als er een soort van co-op campaign was. Even kijken, want kijk. Als jullie het goed zien, in die grot, daar kan je in. Daar zit hun generator. Van deze berg bijvoorbeeld ga je heel snel. Het doel is dus om de vlag te pakken. En daar was ik vroeger heel goed in. En dan stond een vriend van mij, waarmee ik dit vroeger speelde, stond daar met een motorfiets. Die ik in het eerste potje liet zien. Stond hij daar met die motorfiets. En dan stond hij mij op te wachten. Zodat ik erop kon zitten met die vlag. En zodat we zo weg konden vliegen. Je hebt hier allemaal, je hebt hier redelijk wat klassen. Bijvoorbeeld een sniper, die heet een sentinel. Oh ja. Ik was helemaal vergeten, ik kan onzichtbaar worden. Maar dan zien ze die vlag wel nog. Dus dat is vervelend. En het nog vervelender is, je kan die vlag alleen maar inleveren als jouw vlag ook op dat standaardje staat. Dus eigenlijk heeft het gewoon nul nut om nu die vlag te hebben. Nou ja, alleen om het te verhinderen dat zij het niet kunnen. Maar ja, daar heb je ook niet echt superveel of zo aan. Ik ga voor de zekerheid een beetje... Niet zichtbaar. Nou mag je best... Ja! Pak aan! Ik heb Generator Defender en volgens mij Flag Defender ook. Oh, bloody cool. Oh. Vroeger was ik echt zo'n saboteur. Dus echt dat ik bij de generator van de vijand altijd ging indringen. Want als je de generator hebt uitgeschakeld... werkt er gewoon niks van hun kamp meer. Je kan geen vehicles. Je kan de turrets werken niet meer. En bepaalde mensen die kunnen dus een special. Ja, ik kan dan nog wel onzichtbaar worden. Maar bijvoorbeeld een Doombringer kan een schild neerzetten. Een draagbaar schild. En dat kunnen ze dan niet meer. Omdat er geen stroom is om het schild te bouwen. Hij snapt dat hij nu vast zit. Want ik heb namelijk veel sterker wapen. Maar je kan ook technicans gebruiken. Dat zijn dus robotics in Global heet zo. Die kunnen... Ja, dat spreekt eigenlijk best voor zichzelf. Dingen maken. Die kunnen een turret neerzetten. Dat vond ik ook vroeger altijd... Ja, ik vond het echt een kutklas om te spelen. Maar soms zijn ze wel handig. Kijk hier. Dit bedoelde ik. Dit zijn een soort van krachtvelden waar je oneindig energie hebt. Kijk, de generator is nu down. Ik ben lekker onzichtbaar. Ik kan hier sneaky gaan staan en gaan campen. Ik ben niet van te campen. Dat vind ik zo saai campen. Dus ik ga lekker hier een beetje hun kapot proberen te schieten. Want campen vind ik saai. Beetje actie altijd. Waar is hij? Waar is hij? Kijken. Hier aan de linker en de rechterkant kan je zien hoe snel ik ski. Ook als je redelijk alleen loopt en dan zo gaat, ga je al redelijk snel. Volgens mij is het in Amerikaanse dingen, want ik kan me niet voorstellen dat als je loopt dat je 39 km per uur gaat. Ben je van mij vriend? Oh, hij is zo dood.
kijken of ik nog iemand kan vinden. Die, ja, hier. Die bommen die ik heb, die kan je op mensen plakken. Is hartstikke moeilijk om op iemand te kunnen plakken. Maar als je, hem op iemand hebt geplakt. Dus als je bijvoorbeeld de generator zit te repareren. En jij sneakt lekker achter hem en je plakt een bom op hem. Weet je zeker dat hij dood is. Maakt niet uit hoe heavy de armor is. Hij doet namelijk 2096 damage ofzo. En zoals je links onderin bij mij heel park kan zien. Heb je als light armor. Ja, ik heb dan light armor. Maar dan heb ik een soort power-up elke keer als ik word gekilled. Krijg ik 100 HP erbij ofzo. Maar heavy armor heeft volgens mij. Die zou dit kunnen overleven. Maar dat gebeurt ook niet altijd. Soms gaan ze gewoon dood. Maar bijvoorbeeld hebben ze een tank, de vijand. Je plakt er 3 bommetjes op. Oeh, dan is hij ook helemaal dood. Dus kijken of ik een bommetje op hem kan plakken. Oh nee, ik raak mezelf volgens mij. Niet zo heel slim. Hij gokt random om ergens te schieten. Hij wist niet dat ik er was, alleen dat de vijand, mijn vriend er was daar. En dan schiet hij mij neer. Eens kijken of ik een tank kan kopen. Zou wel vet zijn om een... Een trike is trouwens een vliegtuig. Een Beowulf is een tank. Dus daar heb ik nog 300 euro voor nodig. Credits. 300 credits. Nou, rechtsbovenin zie je hoe lang een generator sowieso down is. Tenzij iemand hem besluit te maken, zoals een technicon. En je kan ook repair guns daar pakken. Dan kan je hem gaan maken. Maar hij is over 4 minuten, ja nu 3:40, maar sowieso online. Dan is hij weer terug. Je kan ook zien, als er een pijltje bij die vlag staat, is de vlag gejat. Trouwens, snipers lopen meestal niet. Deze is, ik denk HDAD. Kijk, nou heb ik een bom op hem geplakt. Boeia! Vroeger had ik een combo, dan plakte ik een bom op iemand zo. En dan schoot ik hem de lucht in en dan had je sticky kill, airmail, airpost en nog iets. Dan had je 4 dingen. Had je 4 dingen, dus dat leverde zoveel geld op. Dus elke keer als ik dat kon doen, deed ik het, want dat levert ongelooflijk veel geld op. Dit is trouwens alleen voor je jetpack onbeperkt energie. Alleen voor je... ik ga proberen hem te sneaken. Knijven heeft op zich, is niet zo overpowered hier als in kot. Dus al ben je echt zo, ik ga je lekker knijven, guy. Veel plezier mee, ik werk toch niet. Voordat je doodgaat en je weet zeker dat je doodgaat, gewoon al je bommen gooien. Ja, nu heb ik per ongeluk suicide gedaan. Ik liep naar mijn per ongeluk het ravijn in. En ja, dat was misschien niet zo handig, want ik had nog maar een paar levens. Paar energie. Onder mijn credits zien jullie misschien 3, 4, 5 call-ins. Jullie denken misschien wel, wat is dat dan? Dat zou ik jullie uitleggen. 3 is een bepaald... dat ze van de ruimte schieten ze allemaal bommen af. 4 is een soort van care package. Dus dat je... dan droppen ze iets. En dat kan jouw team in gaan staan. En dan krijgen ze al hun energie, al hun HP en al hun ammo weer terug. En 5 is de allersterkste. Dus Orbital Command... nog wat, die schiet een super sterke straal over een hele lijn van een map. Is hartstikke sterk. Ik heb geen idee hoe lang deze video wordt. Ik hoop niet te lang dat jullie bijvoorbeeld niet meer willen kijken. Ik heb nu de vlag, zoals jullie zien. High speed grab. Dat... Oh, stop, start, stop. Ik zal even klas select. Doombringer is wel grappig om te spelen. Ik zal hem wel even aan jullie laten zien. Kijk, hij heeft dus een soort van, misschien kennen jullie maar Black Ops 2, de Dead Machine, kijk. Zo'n ding. En dan heeft hij deze. Dat is een, als je bijvoorbeeld een vijand heeft een voertuig, zoals daar.
En je hebt hem gelokt, kan je hem, kijk, je hoeft niet per se een vehicle te hebben, je kan ook gewoon iemand uit de lucht halen. Dit is met een raket. Kijk, je kan ook dat beeldschermpje zien, dat aan mijn ding vast zit. Daar richt ik op, dan. Dan kan ik niet schieten als ik niet op een persoon richt, maar... Ja, nou kan ik mensen zien, bijvoorbeeld zo. Dit is volgens mij een hittecamera. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik zal wel even kijken of ik iemand kan raken ermee. Ze moeten trouwens wel airborne zijn, dus dat ze in de lucht zitten. Oh mijn god. Er zit een sniper op mij te schieten. Hij moet trouwens eerst even zowat 10 seconden lokken of zo. Jammer. Dat gaat niet meer lukken. Er zit hier een hele irritante sniper. Oh kijk, dit wou ik even laten zien ook. Dit is zo'n schild. Zo'n portable schild neerzetten. Oh, net. Ik had hem kunnen hebben. Trouwens, als ze door dit schild heen lopen, worden ze gefrituurd. Oh, dat is jammer. Ik zal jullie wel... ik doe wel even een pad vinden. Joh. Dat is echt een ding dat gewoon... Dat moet light zijn. Dat moet zo licht mogelijk zijn. Die is hier speciaal voor gemaakt. Kijk, ik zal even laten zien... Kijk hier, ik zal even zo'n vliegtuig kopen. Daar was ik vroeger redelijk goed mee. Ik zal kijken of ik een stunt ermee kan doen voor jullie. Oh, dit is zo irritant te sturen, want naar boven beneden en naar beneden dus boven. Hoe vlieg je naar voren? Oh. Ik ga door die toren daarheen vliegen. Eens kijken of ik dat kan doen. Want je kan, als iemand in de lucht zit, kan je ook een soort van roadkill maken. En dan rij je hem dus aan in de lucht. En als er dan iemand daarin zit te chillen, dan kan je hem aanrijden. Er zat iemand te chillen daar. Alleen het vervelende was, hij zat aan de verkeerde kant van mij. Volgens mij als ik hem... Oh, ik heb hem wel geraakt. Alleen hij had heavy armor, dus hij heeft het overleefd. Oh, ik had hem bijna. Hij heeft 4 raketten als het goed is. Dus kijk of ik de vlag kan. Kijk, het gaat uiteindelijk allemaal om de vlag. Oh, als ik hem had geraakt in de lucht. Oh. Wat gaat hij doen? Hij gaat op de vlag rijden. En hij springt eruit. Nee, wacht. Hij sprong er niet uit. Ik had het verkeerde knopje. Oh, wat gaat hij doen? Hij springt eruit. Alleen iets te laat sprong hij eruit. Dat is jammer. Nou, kijk, hier heb je dus bijvoorbeeld turrets. Die kunnen mensen vernielen. Maar als jij genoeg geld hebt in je team. En je denkt, oh, die turrets die helpt zo. En ik wil echt dat hij sterker wordt. Kan je hem upgraden met je credits die je hebt. De generator en zo kan je ook upgraden. Niemand doet dat, want niemand geeft eigenlijk. Nobody gives a fuck. Maakt namelijk ook nauwelijks uit. Pathfinder, die heeft eigenlijk geen special die je kan activeren. Volgens mij heeft hij een soort van flashbang, maar het doet niet echt damage. Laat mij even doodgaan. Ja. Zo. Vonden jullie dit een leuk spelletje? Laat het even achter in de comments, want dan kan ik meer uploaden van dit. Ja, mijn video's alles bij elkaar dat ik nu heb, dat zijn ongeveer 7 video's, zijn 1 uur en 2 uurtjes en 1 minuut bekeken. Dus daar ben ik eigenlijk best wel trots op. Ja, ik weet niet of je trots op moet zijn of dat juist weinig of juist veel is. Maar ik besta nu nog maar 4 dagen mijn kanaal. Dus ja, ik weet niet of dat goed of slecht is. Ik weet niet of dat... Ja, ik heb geen idee.
moet ze jullie echt vertellen als hij zet juist goed. Ik zou ook best bij een beroemd kanaal zou ik heel graag een gastrol willen doen. Waarschijnlijk krijg ik dat niet, want ik besta nog maar 4 dagen. Ik heb nauwelijks likes van niemand. Maar ik heb 3 likes. Ik weet ook niet hoe. Maar ik heb dus een keer mijn eigen naam op YouTube gezocht. Ik kreeg alleen maar mensen, andere mensen. Ja, Delton Gaming. Als je daarop zoekt, krijg je alleen maar andere mensen. Als je bijvoorbeeld op Delta Gaming Minecraft zoekt, krijg je ook alleen maar andere dingen. Ik weet niet hoe de mensen die naar mijn dingen hebben gekeken het hebben gevonden. Hoe ze achter mijn filmpje zijn gekomen, want ik kan ze zelf niet vinden. Behalve als ik op YouTube ga op mijn kanaal druk. Maar ik kan ze zelf niet vinden. Dus ja. Oh, daar komt de vlag, daar komt de vlag. Later, vrienden! Fuck jullie! Oh, dat is nou jammer. Oh, kijk, Doombringers, die hebben dus dat, dat kanon dat op mensen kan schieten en dan achter het nagaan. Kan je een upgrade verkopen dat ze, hoe heet het nou, dat ze ook mensen op de grond kunnen targeten. Nou, dit potje is bijna afgelopen. Of toch nog niet, want onze vlag was weer veilig. Hey mensen, geef me alsjeblieft even dekking. Hey vrienden, later! Ja, ik had het niet tegen jullie hoor, ik had het tegen de vijand. Hopelijk snipen ze niet. Trouwens, in dit spel heeft het nauwelijks nut om een headshot te maken, want dat is geen insta-kill. Tenzij je echt gewoon dichtbij staat met een sniper. Want je kan hier dus een soort van achievements halen en daar krijg je redelijk wat geld voor. En toen hebben een vriend en ik hebben dus gewoon die challenges bij elkaar gedaan. Dus maak 10 headshots met een sniper. Nou, zijn, hebben we gewoon zo afgesproken. Oké, jij mag schieten. Paf! Oké, nu mag ik schieten. En dat is best wel grappig om te doen, want zo kregen we heel veel geld. Hey, vonden jullie deze video leuk? Deel hem dan via MySpace, Twitter, Facebook, MSN. Maakt niet uit hoe. Desnoods mond op mond. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later, want nu loopt Tribes helaas een beetje vast. Dat vind ik redelijk irritant. Nou, ik zei laters.